Alleen het dagelijkse schoolwerk, we begonnen met de repetitie, deden het schoolwerk, eindigden met de repetitie en elke avond een evensong. In het weekend gingen ze ook nog door, dus op vrijdagmiddag was er dan wel de behoefte om één lekker, losse, fijne, niet zo serieuze repetitie te doen. En precies daar schreef Britten deze stukjes voor. Het eerste heet Be Gone, Dull Care. Wees weg, saaie zorgen, ga van mij vandaan, want dat doet niemand goed. Een jonge man wordt grijs van en een oude man gaat onder de klei, staat er letterlijk. De tweede, daar heb ik uw hulp bij nodig. Daar ga ik verder niks over zeggen, dat komt vanzelf. Het gaat over een koekoek. En de laatste heet The Jazz Man. En het gaat over een straatartiest die alles tegelijk doet. 20 verschillende instrumenten in handen en voeten. Werkzaamhedenperiode zijn ook gewoon lastige momenten geweest.
bijvoorbeeld door je rug, knieën, wijzigen en lengte. Naast zijn werk voor het onderwijs heeft hij zich natuurlijk altijd ingezet voor onze stad. Hij maakte 18 jaar deel uit van het bestuur van de diëtovereniging, 1984 tot 2005. Binnen en buiten de vereniging was hij gezichtsbepalend en deed hij vanuit verschillende subfuncties. Voorzitter van de Tocht- en Tapto-commissie, de commissie Haring in Witte Brood en Lutspot van 2001 tot 2005, plaatsvervangend voorzitter van de vereniging. Hij was er nog steeds de archivaris van de vereniging en hij doet en deed meer, veel meer. Je ziet hem altijd overal in de stad. Hij is altijd klaar voor een praatje en hij is altijd goed gemutst. Hij was voorzitter van het bestuur van de Openbare Bibliotheek Leiden, columnist in Het op Zondag, lid van de jury van 74, een regionale Leidse cultuurprijs, lid van de jury van het Rabobank Wensenfonds, bestuurslid, later lid van de Raad van Toezicht van deze prachtige Pieterskerk, bestuurslid van de Stichting Dodenherdenking en voorzitter van de Historische Vereniging van Leiden. Ten slotte, dames en heren, ik sluit niet uit dat we een paar vergeten hebben, bestuurslid van de Stichting Lorelei, lokaal. Ik sprak Rens een aantal weken geleden bij de start van de herdenking van het bevrijden. Zijn dochter Martine, volgens mij zit je daar aan de kant. Je zat in het organisatiecomité, dus ik vroeg aan Rens: heb jij je dochter geïnfecteerd? Heb jij haar nu geïnfecteerd met een soort van virus waardoor je actief wilt zijn voor je omgeving, voor je stad of voor de ander? Nee, van dat is niet zo. Ik heb haar niet geïnfecteerd. Het zit gewoon in ons delen. Het zit in onze genen. Wij vinden het vanzelfsprekend om maatschappelijk betrokken te zijn, om maatschappelijk actief te zijn. Dus het is niet zozeer aangeleerd, maar wel aangeboren. Niet voor niets kreeg Rens in 2005. Hij is in afscheid als bestuurslid van de directeurvereniging Koninklijke Onderscheiding. En niet voor niets ontving hij, waar we vele van jullie waren bij in 2014, samen met Erik, ik heb je ook al gezien, een erepenning van onze stad. Ik was daarbij en ik weet nog goed dat Rens in zijn dankwoord vooral aangaf dat hij voor al die tijd en al die inzet zo enorm veel terugkrijgt uit de stad en zijn omgeving. En dat hij vervolgens in ieder zaal opriep om zich, zoals hij, ook gewoon in te zetten. Waarmee je volgens mij ook inspireert mensen. Ik ben ook naast de wethouder onderwijs ook wethouder sport. Misschien toch even kort. Ik heb een anekdote over dat je ongelukkig terecht kwam. Die anekdote had ik nog niet gekregen bij op een feestje bij het zogeheten hokjespringen. Ziekenhuis, pianotoets op de schouder. Pijnlijke ervaring die je voor ervaart na het feest, om het verder niet over te hebben. Het tekenis was wel dat het eigenlijk kansloos was vanaf dat moment om te sporten. Allerlei sporten die ik ga overslaan, maar er is nog één sport die ik u wil noemen, die al vaker is gerefereerd, dat gaat over het zwemmen. En ook daarvoor geldt, dames en heren, ik neem u dan toch maar weer mee terug, geen niet lachen, omdat ze dat wellicht niet weten. In 2004, Koninginnedag, spontaan idee, we gaan iets betekenen voor de Leidse zwemsport. En door zijn initiatief, en dat van Tom Helderhorst, van de vluchtelingen die nieuwe Leidse zwemvereniging, Leidse watersportrens, de Leidse watersportvereniging, zwemmen recht in de zee en weer terug. Algemene grondslag, vanzelfsprekend. Door zijn voorsprekersrol, zeg ik even als
en welke sport is hij sinds die tijd? Initiatiefnemer, oprichter, actief lid, bestuurslid van deze vereniging met die mooie naam, afgekort tot LDSV, ZRDZ, WTO. Dat zeg ik toch op rente. En ook daar, dames en heren, kwamen we elkaar 10 jaar geleden weer tegen. Misschien nemen we weer 10 jaar geleden. Het waren wat, nou ja, soms wat matineuze, wat vluchtige ontmoetingen in dat zwembad met al die bejaarden. Tussen enerzijds de, nou ja, de huidige wethouder Smort en het toenmalig en nog steeds huidige bestuurslid LWSV, ZWZ, EWTO. De ene, dames en heren, werkte aan zijn conditie en een strak atletisch lichaam. Kijk, je gleed wat puffend, wat zuchtend, misschien nog wat iets te traag door het water. En ik moet u zeggen, ik had natuurlijk ook daarom ook lid moeten worden. Want u was natuurlijk die jonge atletische van LWSV, ZWDZ, WWTO. Ik ga het op de afronding, omdat de afgelopen zaterdag zat hier op een mooie plein te kijken. Op een wat ongelukkig stoeltje. Bij Holland Leiden, tussen je familie, tussen je vrienden. Het werd later, een hele mooie zwoele nacht, met de museumnacht, met al die duizenden jonge mensen die onze musea mochten bezoeken. En ik sprak je zaterdag en je was tevreden en je was trots. Apetrots op je hoogzwangere schoondochter, als ik dat mag zeggen. En ook gewoon klaar voor je afscheid. Dank dat wij allen hier en in de stad enorm veel van je hebben mogen leren. Blijf enerzijds achteruit en nauwgezet, maar blijf ook malotig. Vergeet nooit de betekenis uit te dragen van geweldig onderwijs. Dank dat je zo trots bent op onze mooie stad. Wij zijn altijd trots op de betekenis van jouw inzet voor het onderwijs en de betekenis van jouw inzet voor de stad. Dus dankjewel. Die sportieve prestaties die slaan we over. De culturele en professionele prestaties. We weten niet dat we die continu te belonen. We hebben ook al uitgesproken, dat weet je, is al een koninklijke onderscheiding. Het is ook al een, nou ja, je bent al ereburger van onze stad. Dat was in die zin betekenisvol dat toen wij dat deden. Gaan we weer terug naar dat moment met Erik Filemon. Die was in 2013 ook weer geridderd. En toen was er wel iets raars aan de hand vanaf 2013. Omdat wij vanuit het stadsbestuur, nou ja, wij vonden jullie inzet van eenzelfde, nou, een schatbare waarde en grootte. Daarom kreeg ik toen die erepenning. En niks dan lof, want dat hebben we toen uitvoerig met elkaar gedeeld. Maar het onmerkelijke was wel dat Beatrix in 2005 overigens weer een andere waardering dan had afgegeven aan Willem-Alexander in 2013 over ik. Eigenlijk vond iedereen, ja, dat is ingewikkeld, eigenlijk vond iedereen in 2005 al dat Beatrix toen een aantal prestaties over het hoofd had gezien. Zoals bijvoorbeeld die werk in het onderwijs. Van niet alleen de mensen in de omgeving. Toen Willem-Alexander dat hoorde, vond hij dat ook. En dames en heren, hij wilde dat graag rechtzetten. Hij stelde één voorwaarde. Als je nu met je pensioen gaat. Dat je eindelijk dus wat meer tijd gaat steken aan de stad en aan de commissies. Dat je gaat genieten met Marijke, dat je gaat genieten van je kinderen en je toekomstige kleinkind. En dat leidt tot het volgende, dames en heren, Rens en Marijke. Gelet op de maatschappelijke betekenis en uitstraling van activiteiten en werkzaamheden van de Rens en Kerkwerk, met name op het gebied van cultuur, kan ik met gepaste trots berichten dat het zijne majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd
wensen hier dat bij koninklijk besluit van 13 april 2015 te bevorderen tot ridder in de orde. Zou gebeuren aan de andere kant van dat gordijn, maar van wat er vanmiddag hier gebeurt wist ik echt helemaal niks en ik heb het idee dat jullie het allemaal wel wisten. En dat vind ik zo knap. Ik vind het ongelooflijk fijn dat jullie allemaal zijn gekomen, want jullie zijn allemaal mensen die in mijn leven van belang zijn en waren en ik vind het dus heel prachtig om dit moment, wat bijzonder is, te delen met jullie. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor dit prachtige afscheid in de mooiste plek, op de mooiste plek van Leiden. Ik kan niet nalaten om dat te zeggen, maar ik geloof dat jullie dat allemaal wel met me eens kunnen zijn, want dit is de mooiste plek. En ik mag zeggen dat het bestuur dan toch ook wel echt voluit, zoals ze zeggen, op het orgel is gegaan. Ik denk dat sommigen zullen denken, nou, wat een tamtam allemaal. Ze zijn zeker blij dat u weggaat. En duur. Maar toch. Duur. Maar toch. Duur. Toch. Ik word er stil van. En ook dat is eigenlijk al een uniek moment, wou ik maar zeggen. Ik zei net, gaat hij dan eindelijk weg? Ja. Het werd net gezegd vanmiddag van de bijna 170 jaar van school. Heb ik er bijna meer dan een kwart meegemaakt. En als ik mijn schooltijd meetel, is dat eigenlijk bijna een derde. Dat is eigenlijk best een rare belevenis en aangelegenheid, moet ik eerlijk zeggen. In ieder geval, nu we zo terugkijken. Ik ga naar bladzijde 2. Het zijn er maar 30. Over die periode... wil ik het dus even hebben, maar schrik niet, ik zal het echt niet al te lang maken, want ik heb een zekere naam opgebouwd over de lengte van mijn hemd. Nog onlangs is daar schande van gesproken. Ik zal dus mijn best doen om het zo kort mogelijk te maken, opdat jullie veel gebruik kunnen maken van de genotmiddelen en de voedingswaren die hier aanwezig zijn. Maar ik wil toch wel een paar opmerkingen maken. En die komen er dan nu aan. Zouden we op de wacht. Puntsgewijs. Het is geen verdienste in het algemeen om zo lang bij dezelfde baas te blijven. En in deze tijd wordt dat al helemaal niet als een verdienste gezien. Sterker, in tegendeel. Ik wil het daarom wel proberen te verklaren. De verklaring voor mijn verblijfsduur bij school met een K en nu met een C. Die is te vinden in het werkgeverschap van school. In de schoolwerkperiode heb ik voluit vanaf 1971 alle kansen gehad om, behalve het leraarschap, ook andere dingen in de school te doen.
En dat is een grote gave als je leraar wordt in een school, om ook de kans te krijgen andere dingen te doen dan alleen maar het werk in de klas. Of zo je dat heel erg fijn en goed kan vinden, die andere dingen geven wat extra's aan je leven. Er zijn er vandaag een aantal genoemd en daar ga ik dus ook verder maar niet op in. Maar het is wel erg plezierig als je in een school werkt om de kans te krijgen je ook op een andere manier bezig te houden in zo'n omgeving. In 1987 was er een spannende overstap naar het bureau van school, zoals het toen nog heette. En ik kreeg na een korte tijd de gelegenheid en de kans om als directeur OHM, Onderwijsbureau Hollands Midden, te maken, zou je bijna kunnen zeggen, samen met hele enthousiaste en gedreven en betrokken collega's. En ook steeds in een hele goede samenspraak met de bovenbazen, met het bestuur van de school. Ik wil dat graag benadrukken, omdat dat wat daar gebeurde absoluut niet kon. Het was een belangrijke, grote verandering van het etablissement. En het kon niet anders dan dat dat in goede samenspraak met de bazen, de eigenaren van zo'n kantoor, kon gebeuren. En dat is ook heel plezierig geweest dat dat kon en mocht. En dat zijn kansen voor iemand die daarvoor neergezet wordt. Het betekent dus eigenlijk dat ik in die bijna 44 jaar alle kansen en gelegenheden heb gehad, uitdagingen heb gehad, waardoor ik het eigenlijk nooit ergens bij een andere baas heb hoeven te zoeken. Want ik heb bij alle kansen en gekregen en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik hoefde het dus niet elders te vinden. En al die directeuren, die collega's van toen, die bestuurders, die kansenmakers voor mij, heel erg dankbaar voor de ruimte die ik daarbij heb gekregen. En het vertrouwen, ook als het een keer spannend was en ook als het een keer heel erg spannend was. Want ook die periodes hebben we meegemaakt. Ik teken daarbij heel graag aan dat, waar het vanmiddag ook over ging, mijn vrije tijdsactiviteiten, dat ik daarbij eigenlijk altijd heb kunnen rekenen op de steun en de stimulans en de belangstelling van mijn werkomgeving. En juist die nevenactiviteiten dragen, dat is mijn absolute overtuiging, heel veel bij. Het geeft een toegevoegde waarde in je leven. En eerlijk gezegd, als ik nu daar naar gevraagd word, het is ook een toegevoegde waarde die betekent dat het gat, het zwarte gat, niet bestaat in mijn geval. Ik vind het heerlijk om door te gaan met de dingen die ik al een beetje deed. En dat betekent dus ook dat als je daar aan de voorkant van dat gat aan werkt, dan bestaat dat gat ineens niet meer. Dit is een wijze les van de school. Ik ben vooral ook dankbaar voor mijn klanten. In al die jaren, aanvankelijk waren dat natuurlijk de leerlingen en hun ouders die hun vertrouwen in mij stelden toen ik in de school werkte. En later al die talloze relaties die in het onderwijsbureau bij elkaar gekomen zijn. Directies van scholen, collega's van onderwijsbureaus, medewerkers van gemeenten en vooral ook de leden van schoolbesturen die onze opdrachtgevers zijn en die hun vertrouwen stelden in het werk van ons bureau. Ik heb daar de allerbeste herinneringen aan, ook omdat er vrijwel altijd sprake was, en dat is iets wat ik zelf gekoesterd heb in al die jaren, omdat er altijd sprake was van een zakelijke relatie met de extra dimensie van persoonlijke en hartelijke contacten. En dat betekent voor mij dat zakelijke opereren, een winkel drijven of een bureau, of een zaak die bedrijfsmatig moet opereren, niet tegengesteld is aan hardheid en ongeïnteresseerdheid. Die dingen kunnen buitengewoon goed samengaan. Ik dank u dus allemaal voor uw vertrouwen, openheid, vriendschap, hartelijkheid en de trouw die in mijn werkzaam leven mij hebben begeleid. Dat is een groot goed, ervaar dat als een prachtige zaak. Ja, nu wordt het ingewikkeld natuurlijk. In augustus 1971 begon mijn werk in het onderwijs. Niet lang daarna trad de verkering in en kwam mijn vaste vriendin in mijn leven. Marijke en ik trouwden in 1975, dat is dus nu ook 40 jaar geleden.
We hebben prachtige familie en vrienden. Marijke en ik werden dit jaar samen 65. Zij altijd net even iets eerder dan ik. 14 jaar. 14 dagen. Ja, je zou het kunnen geloven. Nee, 14 dagen is zij ouder en dat is buiten wij eigenlijk altijd uit. En samen kregen we twee prachtige kinderen en een schoonkind. En binnen enkele weken dient zich dus een nieuwe generatie aan en krijg ik een nieuwe naam, opa. Ik dank mijn vrouw en kinderen, familie en vrienden voor zoveel trouw en geluk in mijn leven. Ten slotte dan nog het volgende. Ook over oude liefde. Ik geloof dat ik iets overgeslagen heb. Kan dat? Nog een plaatje. Ik wil dat toch zeggen. Dus dit was nu naar voren en dan nog iets naar. Ik speciaal toch bedank ik mijn collega's van CKO voor die mooie wijze van afscheid nemen van de week. Ik hoop dat er hier in de zaal mensen zijn die geïnteresseerd zijn in een collectie blauwe flessen. Ik heb flessenpost gekregen en ik heb een prachtige collectie blauwe glas voor wie dat maar zou willen hebben. Ik noem 3 collega's en in die 3 noem ik ze allemaal. Ik noem Hans Hogeveen, die ik bedank. En hij staat symbool voor de collegiale steun en samenwerking. Ik noem Aad Lopé voor de collegiale trouw. Aad is net zo senior als ik bij school en bij het bureau. Daar is hij nog meer senior zelfs. En ik heb voor humor bij Aad. Hè. Als op AVP met de humor. En ik dan Ronald als de collegiale vriend. Ik wil heel graag ook bedanken Marijke van der Heijden, die als het is, die in de recente jaren werkte in de directie. En ik wil ook John de Leeuw bedanken, die nu leiding geeft aan het bureau. En ik wil daar graag mijn wensen voor succes voor het bureau toevoegen. Samen, zien ze daar staan. Samen als het even kan met die collega's uit andere oorden. Dank aan Onno Blom en Jan Siebelink, aan het koor, leuke kinderen, de dirigenten en de organisten van de Sint-Bavon, aan de solist, bij de openingslied, aan de muzici, aan de Pieterskerk voor het goede zorgen en aan alle die meewerkten aan dit afscheid. Iemand zei: afscheid is de eerste stap tot weerzien. Ik zou jullie allemaal graag ergens en ooit weer zien en weer zien na dit afscheid. En dan tenslotte, ja, ik wil het niet geloven. Ik heb thuis getuind. Het was 9 minuten. Nou, mag ik overigens, is de wethouder er al? Oh, ik wil graag de wethouder wel speciaal bedanken. Nou, we geven het door, hè. Voor een prachtige. Ten slotte nog ook iets over een oude liefde. Toen het onderwijs mij niet werd, ik aanvankelijk leraar in de moedertaal. Met veel plezier heb ik me aan die taak gewijd, omdat het leraarschap nog aardiger wordt als je leerlingen Nederlands mag leren. Onze taal is nu eenmaal een prachtig instrument, een vervoermiddel van nuttige, zakelijke en creatieve gedachten. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja, Piet. Piet, daar komt Piet aan te spreken. Ja. Juist die creatieve kant van de taal is aan bod in de poëzie. Het heeft mij altijd geboeid hoe goed het Nederlands zich in oude en nieuwe tijden leent voor dichtkunst. Onderwijs is altijd al bron van inspiratie voor de poëzie geweest. Het beroep van de leraar, de positie van de leerling, de verhouding tussen die twee, de onderwijsomgeving en de inhoud van lessen. Het zijn een paar van die aspecten die hebben geleid tot boeiende onderwijspoëzie. Er zijn heel veel van die gedichten in onze taal geschreven, van zwaar en serieus tot licht en komisch. Ik heb er in al die jaren dat ik werkte heel veel van verzameld. Uit belangstelling voor de kunst, voor het raakvlak van het Nederlands en mijn werk in het onderwijs. Eén van die gedichten is mijn gedicht. Of eigenlijk ons gedicht, omdat het Marijke en mij al 40 jaar begeleidt.
Bewijzen van Adagium. Die op mijn kamer bij het onderwijsbureau binnenkwam, die zag dat gedicht aan de wand hangen. Het is een gedicht van Ed Hoornink en ik wil het graag aan jullie voorlezen. Het heet Op school stonden ze. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven, is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeleven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zin, enkel botte plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar het sterren kijken en daarheen langzaam worden opgelicht. Dat was het gedicht wat Marijke en mij nu al 40 jaar begeleidt. Wij hebben het gebruikt toen we trouwden en voor ons is het altijd waarheid geweest wat hierin staat. En ik bied u heel graag bij gelegenheid van dit vertrek uit dat onderwijs, graag uit die hele omvangrijke verzameling die ik heb, een kleine keuze aan. Als dank voor de samenwerking en de vriendschap, het plezier en de steun die ik in mijn werk naar buiten heb moeten voelen. En u treft het straks aan als u de kerk verlaat. Het is een klein eigen bundeltje keuze uit onderwijspoëzie. Deze oude onderwijsbord hoopt dat u er plezier aan beleeft. Ik hoop ook oprecht dat mijn bestuur er plezier aan beleeft. In het bijzonder de voorzitter van het college van bestuur, Karin van Hoort. De Stichting Professioneel Onderwijs Leiden heeft in haar een geweldige bestuursvoorzitter. Karin, ik dank u uit het hart voor dit feestelijke afscheid. Dat er dankzij jou een spanning is gekomen en waarvan ik letterlijk dubbel en dwars geniet. En daarom overhandig ik jou graag als eerste dat kleine bundeltje als dank onderwijspoëzie van hem. Now